Begin van een mooie voetbaldag met een fraaie wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta. Kappen en schieten. En die valt er zomaar in. En het is 1-1. Ik denk dat we hier gewoon 3 punten moeten pakken en daar gingen we vol voor. En dan is het een hele grote teleurstelling dat het 1-1 wordt. Een goede aanname en dat is een penalty. Dat is goed gedaan door Diemers. Geen doelpunt. Terug op Ivanušek en weer Bijlo. Wilde goed stand, ondanks de druk. En dus achteraf ben ik toch wel blij met een punt. RKC op voorsprong. En daar is nog Jurgensen. Jurgensen vlak voordat hij gewisseld wordt, schiet hij dan toch nog even binnen. Haps neemt hij wel goed aan en schiet hem fantastisch binnen. Verwelde ploeg, fysiek sterke ploeg. Met jongens die ook nog gewoon aardig kunnen voetballen. Dus dat wordt gewoon een lastige wedstrijd. Weer een penalty. Jawel, die zit. Hij geeft gewoon weer een penalty. Ja, je kunt zeggen hij heeft het bijna, maar wat heb je eraan? De pan is in de punt van de aanval in duel met Araujo en een penalty voor Feyenoord. Diemers rustig, 1-1, goede penalty van Diemers Feyenoord. Langs zij bij Emmen. Toornstra, en die schiet hem schitterend binnen. Geertruida aan met de voorzet en dan gaat hij er nog in ook. Maakt hij zijn eerste in de Eredivisie, Bannies. Ik heb er een jaar hard voor gewerkt en uiteindelijk wordt hard werken wordt beloond. Gevaarlijk geldt al, anders sta je niet bovenaan in de zware Russische competitie. Dus we moeten iedereen in de gaten houden. Het is hier Berghuis, dat is goed. Oh, dat is de goal voor Feyenoord. Kukçu. Oh, geweldige goal van Kukçu. Geertruida aan notabene. Ik denk dat het spel van ons wel goed was. Vooral de tweede helft ook veel kansen creëert en hier kunnen we op voortbeduren. Berghuis neerleggen, goed neerleggen en daar de goal, prima. De corner en daar de voorsprong Geertruida. Van laag voor en dit is een penalty. Ja, tuurlijk. Berghuis. En zo wint Feyenoord met 2-0 in de eigen kuip van Groningen. Duimpje omhoog gedaan. Al geabonneerd. Klasse.